نحن نقص عليك أحسن القصص. Wij vertellen jou de beste verhalen. Maar welke verhalen zijn dit? Dit is de aarde van Allah. Hier leefde de djinn. Maar ze zorgde voor bloedvergiet en corruptie. Allah schiep Adam en zijn kinderen als khalifa voor de aarde. Hij stuurde hen profeten om ze te herinneren. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. Wanneer we kijken naar de overleveringen over de profeet Idris alayhi salam, dan krijgen we een kleine glimps van wie hij was, hoe hij zich gedroeg en wat hij belangrijk vond. Een kleine beschrijving van deze geweldige kleinzoon van Adam a.s. Zijn naam was Idris. Hij was bekend als een zeer leergierige en slimme jongeman. Adam a.s. heeft hem in zijn leven nog meegemaakt. Kun je je voorstellen dat een vader gewoon 4 generaties van zijn kinderen ontmoet, subhanallah, en hoe die gesprekken wel niet zouden zijn? Het viel Adam a.s. op dat hij een ontzettend slimme kleinzoon had gekregen. Idris a.s. was een vrij lange man. En hij liep altijd een beetje met zijn hoofd naar beneden kijkend, verlegen en bescheiden over de aarde van Allah Azawajal. Hij was iemand die ervan hield om Allah Azawajal te prijzen, het goede aan te moedigen, het slechte af te keuren en het geloof in Allah Azawajal te stabiliseren. Idris alayhi salam was iemand die hield van het doen van dhikr en voornamelijk van het opdoen van kennis. Subhanallah, wanneer je deze verhalen leest over hem, dan stel je je gewoon voor dat hij loopt over de wereld van Allah Azawajal en nadenkt over zijn schepping. Nadenkt over de bomen, de planten, de hemelen, de zon, de maan en al deze geweldige tekens van Allah subhanahu wa ta'ala. Idris a.s. was iemand die zoveel hield van ilm. En een mooie side note is, dit noemen we al-ayat al-kawniyah. Al-ayat al-kawniyah zijn al deze tekenen in de natuur die bewijzen dat er dus een schepper is. Idris a.s. met zijn voorliefde voor ilm werd door Allah subhanahu wa ta'ala ontzettend gezegend. Hij was namelijk de eerste persoon op de wereld van de kinderen van Adam die heeft geschreven met de pen, subhanallah. Om echt te snappen waar Idris alayhi salam mee te maken heeft, moeten we een klein beetje terug de tijd in. We gaan achteruit. Hiervoor hebben we besproken wat Shif alayhi salam heeft meegemaakt. Daarvoor hebben we weer het hele verhaal van Adam alayhi salam toegelicht en hoe zijn leven hier op de dunya eruit zag. Maar we gaan terug naar dat allereerste gesprek tussen Allah azawajal en Iblis, de duivel. Iblis maakte daar de belofte. En hij zei, ik zweer bij uw glorie, o Allah, dat ik al deze mensen stuk voor stuk mee ga trekken met mij richting Jahannam. Ik wil ze allemaal laten afdwalen. En die afdwaling, lieve allemaal, ging niet in één keer. Shaitan komt niet naar je toe, zoals we al vaker hebben gezegd, met kom we gaan zondigen, heb je zin om iets harams te gaan doen. Hij heeft allemaal sneaky stappen. En heeft dus al ten tijde van Adam a.s. zijn 2 zoons tegen elkaar opgezet. Ten tijde van Shif heeft hij al voor Tabarruj gezocht. En nu ten tijde van Idris a.s. is de shaitan nog dichterbij bij zijn doel. En zijn doel is ons op het punt van shirk krijgen.
Idris a.s. kon het niet meer oplossen met alleen maar woorden. Alleen maar roepen naar de waarheid was niet meer voldoende. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam vertelt ons dat Idris a.s. in twee aspecten uniek was. Hij is de eerste die heeft geschreven met de pen en de eerste die het zwaard heeft opgetild fi sabilillah. De eerste mujahid. En zo ging hij ten strijde om de wegen van Shaitaan af te snijden en de mensen terug te roepen naar de waarheid en naar rechtvaardigheid. Idris alayhi salam is een man die houdt van efficiëntie. Het doen van goede daden is iets wat hem heel erg prikkelde. Idris alayhi salam was zo lang bezig om da'wah te doen, tot op het punt dat hij kennis heeft verspreid, Allah heeft geprezen en zelfs jihad fi sabilillah heeft gedaan. Hij kreeg van Allah bushra, goed nieuws. En een engel kwam naar beneden om hem te vertellen, ja Idris, elke dag wanneer alle mensen collectief goede daden aan het doen zijn en jij bent bezig om al jouw goede daden te doen, dan is jouw weegschaal tegenover alle mensen die leven op dit moment even zwaar. Idris a.s. werd gelukkig en blij van deze boodschap. En hij wilde weten hoeveel tijd hij had om nog meer goede daden te kunnen doen. Hoeveel dagen heb ik nog voordat ik zou sterven? En met deze vraag benaderde hij Jibril a.s. Jibril a.s. is de engel die ten alle tijden klaar heeft gestaan voor alle boodschappers van Allah azawajal. Hij riep Jibril a.s. en hij wilde op zoek gaan naar de engel des doods. Jibril nam Idris op zijn rug en ze stegen af richting As-Sama, de hemelen. Totdat ze aankwamen bij As-Sama al-Rabi'a, de vierde hemel. En daar ineens was Malik al-Maut, de engels des doods, in As-Sama al-Rabi'a, de vierde hemel. En hij zei, subhanallah, Allah gaf mij het commando om jouw ziel te nemen, ja Idris. En ik had niet eens een idee hoe je überhaupt hier zou moeten komen. En zo stierf de geweldige profeet Idris alayhi salam. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين.